Goedenavond, welkom. Het moet minder dan een millimeter geweest zijn, letterlijk dan. Maar Wout van Aert mag zich wel degelijk de winnaar van de Amstel Gold Race noemen, die na een jaar afwezigheid door corona dit keer uitzonderlijk op een lokale omloop werd gereden. Een jury moest uiteindelijk uitsluitsel brengen. Alweer een selecte groep die zal sprinten voor de overwinning met Van Aert en Pidcock, net als woensdag in de Brabantse Pijl en Schakman als derde man. Van Aert begint van ver, van heel, heel ver. Fors in de aanzet, fors in de aanzet. Maar daar komt Pidcock alweer. Daar komt Pidcock alweer. En komt hij erover? Komt hij erover? Komt hij erover? Oh, oh, oh. Pidcock of Van Aert. Ik laat het aan de finishfoto over. Ik ook. De renners weten het niet. Op de foto is het niet te zien. Van Aert wordt eerst als winnaar uitgeroepen. Yes. Maar de twijfel blijft. Alles wordt nog eens bekeken en nog eens. Ik durf het niet meer te zeggen. Hè. Uiteindelijk wordt Van Aert na zowat 10 minuten beelden bekijken en druk overleg tot winnaar uitgeroepen. Hij wint de Amstel Gold Race en sluit zijn bijzonder knappe voorseizoen in absolute schoonheid af. Het uitgebreide verslag met alle reacties krijgt u in Sportweekend. Onmiddellijk na het journaal van 7 uur is dat. En in het Nederlandse Breda, net over de grens, is er veel protest tegen een testevenement dat daar volgende week zaterdag zal plaatsvinden. Op het festival, dat mee wordt georganiseerd door een radiozender, mogen 10.000 mensen aanwezig zijn en het is ook al helemaal uitverkocht. Maar een ziekenhuis vlakbij, waar coronapatiënten liggen, en ook de plaatselijke horeca zijn er niet over te spreken. Op dit chasséplein in Breda zijn ze vanmorgen al met de opbouw begonnen van het grootste testevent in Nederland tot nu toe, naar aanleiding van Koningsdag. Maar enkele honderden meter verderop in het Amphia ziekenhuis zien ze dat liever niet gebeuren. Hun online petitie die pas gisteren werd verspreid, zit al aan meer dan 200.000 handtekeningen, waaronder die van deze horecamedewerker. Op de dag dat we zouden horen dat er versoepelingen kwamen, kwamen er geen versoepelingen. Maar er kwam er wel even de mededeling dat er een testevenement georganiseerd zou worden. Ja, dat is als een messteek voor alle horecaondernemers in Breda. Het testfestival, waar onder meer DJ's als Armin van Buren zullen optreden, is dus de talk of the town. Begrip om een en ander uit te testen is er wel, maar de omvang van het evenement roept wel vragen op. Mijn dochter werkt ook in het ziekenhuis. Ik snap zeker de beweegreden vanuit het ziekenhuis om dit tegen te gaan. En ik denk ook vanuit de horeca. Dus ik begrijp het wel. Door de commotie heeft de burgemeester zijn kabinet gevraagd of het evenement nog wel kan plaatsvinden. Maar in afwachting van een antwoord gaan de voorbereidingen alvast onverminderd voort. In de Italiaanse hoofdstad Rome hebben honderden medewerkers uit de Italiaanse culturele sector geprotesteerd tegen de aanhoudende lockdown. Met de steun van zangers en acteurs brachten vooral technici honderden materiaalkisten naar de centrale Piazza del Popolo. En ze maakten muziek door op de kisten te kloppen. Vanaf volgende week komen er enkele versoepelingen in Italië, maar de cultuursector kan daar nog niet van genieten. Siamo qua perché siamo tutti legati al doppio filo. Certo che sono i più sofferenti. Però noi senza di loro non possiamo fare niente, perché evidentemente dobbiamo essere uniti e farci ascoltare perché abbiamo il dovere di farlo e il dovere di sostenerli. In Antwerpen heeft de politie gisteravond opnieuw op verschillende plaatsen moeten ingrijpen omdat mensen samenkwamen om buiten te feesten. Vooral op de Scheldekaaien was er veel volk. Mensen stonden er ook te dicht bij elkaar en leefden de coronamaatregelen niet na. Eén persoon is gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde. De politie nam ook de 5 muziekboxen in beslag.
te heel vaak op dezelfde pleinen komen, op dezelfde locaties, aan dezelfde kaaien, heel vaak ook met dezelfde mensen in discussie gaan. Dat is heel vervelend voor de politie en vooral voor onze medewerkers. Het duurt ook al lang. Hè. Het is al verschillende maanden dat zij moeten optreden. Dus ze doen dat en ze blijven dat ook doen. Wij gaan dat altijd heel proportioneel doen. We gaan dat ook altijd heel redelijk doen. En we gaan ook heel menselijk met die afspraken om. Maar wie hardnekkig die maatregelen of die afspraken negeert, ja, daar moet de politie wel tegen optreden. De Russische oppositieleider Alexei Navalny kan elk ogenblik een hartstilstand krijgen. Dat zeggen artsen uit zijn omgeving. De belangrijkste criticus van president Poetin is sinds 31 maart in hongerstaking om te protesteren tegen de leefomstandigheden in de cel. Zo zou hij geen toegang krijgen tot artsen of tot medicatie. Vier artsen eisen nu dat ze hem mogen bezoeken. En ze krijgen daarbij ook de steun van 70 intellectuelen, acteurs en kunstenaars. Ook vanuit de Europese Unie komen bezorgde reacties. En dan heb ik nog een extra sportbericht. Max Verstappen heeft de grote prijs Formule 1 van Emilia-Romagna gewonnen. Door de regenval, voor en ook tijdens de race, werd het een waar spektakelstuk. Veel wagens gingen van de baan, zo ook die van wereldkampioen Lewis Hamilton. Hij kan wel verder en na een inhaaljacht finisht hij nog als tweede. Maar de winst is dus voor de Nederlander Max Verstappen. Ja, wie graag wandelt, heeft mogelijk al eens een stuk van een GR-route gedaan. Wist u dat vrijwilligers die grote routepaden ook onderhouden? Twee keer per jaar gaan ze op pad met verf en ander klein materiaal om de witte en rode strepen te controleren en indien nodig ook te herstellen. De uitgestippelde wandelroutes hebben het afgelopen coronajaar enorm aan populariteit gewonnen. En straks gaan we mee met enkele vrijwilligers wandelen. Bedankt voor het kijken. Met de 14 Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.